in de categorie Masters 2018. Zijn leeftijd remt zijn prestaties en ambities niet. Ad Verhoef. Een laadbloeier die records vestigt. Twan van Beckhoven. Zij schiet als een harpoen door het water. Edith Janssen-Kolen. Een mooi voorbeeld, ook voor professionele teams. HC Tilburg Veteranen LA. Ad Verhoef, 70 jaar. En nog steeds kampioen badminton bij de Nederlandse Veteranen Kampioenschappen. In zowel heren enkel kampioen 65+, als heren dubbelkampioen 60+. Volgens Ad is het gewoon een kwestie van 2 keer per week trainen. En heeft deze 70er nog ambities? Jazeker! Volgend jaar bij de wereldkampioenschappen in de 70-jarige klasse kampioen worden! Als 15-jarige is Twan al een actief atleet. Twan legt zich toe op de 400 meter hoorde lopen. Op zijn 33ste loopt hij zijn snelste tijd ooit. 55.31. Hij noemt zichzelf een laadbloeier. Maar bloeien doet hij. Sinds vorig jaar is de nu 48-jarige Twan Nederlands recordhouder 45+. Met een tijd die zelfs sneller is dan het 40+ record. De 45-jarige Edith combineert werk, moederschap en rugzwemmen. Ze vindt het nog altijd heel apart dat er in haar leeftijdscategorie tot op heden geen landgenoot is die sneller heeft gezwommen dan zij. Zowel op de korte als de lange baan won ze het NK 50 rug en het NK 100 rug. Op naar het zwembad en de sportschool om te blijven trainen om mee te dingen naar prijzen nationaal en internationaal. Op 24 juni werd te Eindhoven gestreden om het landskampioen hockey voor veteranen. Met als winnaar het veteranen LA-team van HC Tilburg. Iedere woensdag wordt er intensief getraind. Maar om de beste te kunnen zijn, wordt er vooral goed gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Hier kan menig professioneel team nog veel van leren.